Het VVV in Tilburg is verhuisd naar het pand Nieuwlandstraat 34. Er is niet alleen sprake van een nieuw pand, maar ook sprake van een nieuw concept voor wat betreft de dienstverlening. Over het pand en over die dienstverlening gaan wij praten met de directeur VVV Tilburg, Frans-Jan Lathouwers. Gaat u mee naar binnen? Meneer Lathouwers, een nieuw pand, een nieuw concept. Waarom eigenlijk die verhuizing van de spoorlaan hier naar de Nieuwlandstraat? De VVV zat vrij krap aan de spoorlaan. Het was een gedateerde uitstraling, een klein pand en Tilburg als grote stad mag best iets meer van zichzelf laten zien. Daarop heeft het stadsbestuur in 2007 gezegd, laten we dat doen. En doe dan twee dingen. Goed dat we de vrije tijdsmogelijkheden in de stad laten zien, maar laat ook de karakteristiek van de stad zelf zien. Er zijn heel veel stadsontwikkelingsprojecten. De spoorzone wordt herontwikkeld, Veemarktkwartier, Piershaven. En laat dat zien aan de mensen in de context waarin wij bezig zijn. Want daar zijn we echt wel aan toe. Ambitieuze stad, laat dat zien. Dus daarom zijn we op zoek gegaan naar een grotere ruimte. Die ook op een plek ligt waarvan je zegt, nou, dit wil je ook laten zien van de stad Tilburg. En zo zijn we in de Nieuwlandstraat beland. Als je denkt aan een VVV-kantoor, dan gaan de gedachten meestal uit naar toeristen die van buiten komen om Tilburg te bezoeken. Maar ik neem aan dat het VVV ook een specifieke rol heeft voor de Tilburgers zelf. Jazeker, want echt wel meer dan de helft van de bezoekers die hier komen, tegen de 70%, zijn mensen vanuit Tilburg en vanuit de regio. Dus ook die hebben behoefte om in hun vrije tijd wat informatie te halen, een arrangement te boeken, een wandeling te kopen of gewoon leuke cadeautjes die over de stad gaan en Holland souvenirs. Zowel voor wat betreft de boekingen van buiten en dergelijke als voor het aankoop van cadeautjes en dergelijke. Rijst door de vraag, merken jullie nu iets van de economische crisis die op dit moment speelt? Wel en niet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld groepsuitjes, dat is wat minder geworden. Maar over het algemeen cadeautjes verkopen, dat doen mensen toch nog steeds wel. En dan met name voor familie en vrienden die ze opzoeken buiten de stad. Als een aandenken van Tilburg. Dus dat gaat wel gewoon door. In de pers werd aangekondigd niet alleen een nieuw pand, maar ook een nieuw concept. Gaat u ons iets vertellen over dat concept? Althans, kunnen we iets visualiseren van dat concept als we samen gaan rondkijken? Ja, ik kan je een paar dingen laten zien waarvan je zegt, ja, dat hoort inderdaad niet specifiek bij de VVV. En vertelt iets over het verhaal van de stad. Dus we kunnen zo even een rondje lopen. Gaan we doen. Een deel van wat we verkopen, dit is gewoon traditioneel Holland. Souvenirs, Delfsblauw, klompjes, molentjes en al datgene waarvan je kan laten zien. Kijk, dit komt uit Holland. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Zilver uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Holland en Nederlands souvenirs hadden natuurlijk ook het typisch Tilburgse spul. Van kukske tot bonbonnetjes, van t-shirts tot en met leesplankske. Alles wat over Tilburg gaat, waarvan je zegt, kijk, dat is onze stad, dat verkopen we graag. En voor de peutertjes hebben we hartstikke leuke blokboekjes waarin ze zelf van papa en mama voorlezen. Lekker over Tilburg, wat is dat? Zo'n boekje hebben we trouwens ook over de kermis. Fiets- en wandelroutes. Nou, die hebben we in alle soorten en maten voor de stad en voor de regio en voor het land. Kaartje kopen, dat kan hier ook. Kijk wel even goed uit als je wat gedronken hebt of je de letters nog goed kan lezen. Want soms staan ze ineens door elkaar. Nou, buiten dat we natuurlijk VVV zijn, hebben we ook afgesproken dat we hier informatie over de stad geven. In feite is alles wat je hier ziet een etalage van de stad Tilburg. We hebben dus ook schermen en
natuurlijk de normale boeken waar je alles over Tilburg kan vinden. Maar ook schermen waar je zelf je onderwerp kan aantoetsen. En dan komt er informatie, foto, de route naar het onderwerp waar je naartoe wil. Een eigen tijdse manier om kennis te maken met de stad. Als je die nog niet kent of als je er meer van wilt weten. Zal van jou dus blijven zingen, Tilburg, soms de stad van Vlaanderen. Zal van jou dus blijven zingen, Tilburg, soms de stad van Vlaanderen. Ja, ons paradepaardje is ook echt wel wat we met schermen, met multimedia kunnen presenteren. We hebben een 3D-film laten zien. Net zoals dat je in de bioscoop met een brilletje kijkt, maar dan zonder brilletje en alleen in de Nieuwlandstraat 34 in Tilburg in Nederland. Zal van jou de plek.